Dam da da dam da dam. Ah, da, 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 ba. Oh, het is de gamba. Excuus, ik zag het niet goed. Mensen, welkom bij een nieuwe No Limits aflevering. We gaan de gamba bestrijden in na het le intro de et een met heel veel foutmeldingen. Doei. Okay, people, let's go to work. No Limits, waarom doe je me dit aan? Om een foutmelding te laten zien als ik net mijn enthousiasme heb om de gamba te gaan doen. We hebben allemaal foutmeldingen, maakt het niet uit. Dan missen we maar een paar objecten. Als we maar in deze achtbaan kunnen. Kan ik er nog in? Kan ik er nog in? Jongens, ik kan er toch wel in nog? Kom op, laat me erin. Nee, jongens, ja, mooi zo, we gaan. Dit is de gamba. En het is weer heel anders dan we vorige keer hadden gezien met de prachtige... Twee parken die we hadden gedaan. Dus hopelijk wordt de keuze tussen de beste achtbaan nu wat makkelijker voor jullie. Ik hoop het wel. Ik gun het jullie allemaal. Dit is een houten achtbaan zoals je ziet. De kleur is een beetje wit. Ik zou er zelf nooit snel voor kiezen. Voor een witte houtskleur. Ik vind het, het is niet heel onrealistisch. Maar ik vind het houtgevoel moet wel aanhouden. Dit is lekker. Oh, lekker vaartje. Oeh. Oh. Lekker vaartje zit erin. Geen hele steile daling, maar wel... Ja. Oh, geluiden toegevoegd. Wat een vaart, jongens. Oh. Dit is een hele lekkere coaster. Wauw. Ja, dit is fantastisch. Dit is een hele goede achtbaan. Hij gaat heel vloeiend. Hij is heel leuk. Hij gaat leuke thematisatie. Zelfs tot het laatste bochtje aan gaat hij nog heerlijk soepel en vloeiend. Wat een tempo heeft dat ding, zeg. Ongelooflijk. Ja, dit is heel mooi gedaan. Natuurlijk wat minder thematisatie dan we gewend zijn. Maar het gaat tenslotte om de layout. En die ziet er fantastisch uit. Heel gaaf gedaan. Tof. We gaan naar de volgende achtbaan. En dat is niet de gamba. Maar dat wordt de Iron Loop. En de Iron Loop doet bedenken aan een looping achtbaan. Gewoon door de naam. Logisch natuurlijk Iron Loop. En het zal misschien wel een stalen achtbaan zijn. Heb ik het gevoel. Gewoon een voorgevoel. Een stalen achtbaan. Ik denk niet dat hij over de kop of hangend is. En dan heb ik het toch goed. En bedankt iedereen voor het inzenden van je achtbaan. Heel veel mensen zenden hun eigen materiaal in. Hun eigen achtbaan. Of... een achtbaan van andere mensen. Super bedankt. En ja, plaats. Ik weet niet alle namen welke achtbaan bij welke naam hoort qua inzending. Dus plaats even onderin een comment. Als je eerlijk bent, plaats je even comment wie je bent. Dat jij die achtbaan hebt ingezonden. En dan kan ik dat teruglezen. Dat zou ik vet vinden. Ik merk dat de achtbaan omhoog wordt getakeld en dat niet helemaal recht loopt. Als ik een beetje moet zeiken en dan ben ik een beetje in de zeurstemming. Hè? Dat mag af en toe wel eens. Ik mag af en toe wel eens in de zeurstemming zijn. Is helemaal niet erg. Hij gaat niet helemaal recht omhoog. Hij maakt een beetje een bocht. Is niet erg. Ik ben heel benieuwd. Als dit een van iemands eerste achtbaan is, vind ik het fantastisch. Want ja, je probeert het toch wel even. En er komt een looping. En zelfs twee loopings als ik het zo zie, of niet? Nee. Oh, dit had hij maar net hoor. Mooie bocht erin. Hij gaat wel lekker vloeiend en dat is een voordeel. Oeh, er zat een klein knikje in. Heel klein knikje. Een hele grote looping trouwens, overigens. En een remmen erin. Ook leuk gedaan. Oh, en remmen daar in dat stuk. Dat begreep ik niet helemaal. Maar misschien om... af te remmen, omdat hij, ja, hier moet hij dan natuurlijk niet al te hard aankomen in het station. En dit vind ik een lekker bochie. Oh, die wordt heel... Die wordt heel erg... Ja, het ziet er leuk uit, in ieder geval. Ik vind het wel een hele leuke achtbaan. Hè? Als we zo zien hier... Kijk, hij loopt niet recht omhoog, zoals je... Ja, je zag het al, die knik. Hier gaat hij ineens een bochtje maken. En even kijken. Hier maakte hij ook ineens een klein bochtje. Maar op zich zou het wel kunnen. En vooral op het einde,
maakte hij ook een klein knikje. Maar helemaal niet erg. Ik vind het hartstikke leuk dat je het hebt ingezonden. En ja, alsjeblieft Iron Loop hebben gedaan. Nu gaan we naar Mexico Giant. De Mexico Giant! Klinkt al als een hele grote achtbaan. In hopelijk een Mexico-steltje. Is niet eerlijk tegenover de andere twee achtbanen. Want die moeten ook een kans maken, vind ik. Dus laten we niet hopen dat dit weer zo compleet uitgerust park is. Met wc-hokjes en gethematiseerde ingangen. En foto's aan de muren. Nee, laten we het gewoon lekker oppervlakkig houden. Laten we gewoon makkelijk een baantje trotseren in dit prachtige avontuur op zoek. Kijk, en het is gewoon een simpel baantje. Formidabele, zou die ene vent zeggen. Stromae, hè? Ja, Stromae. Oh, het is een houten achtbaan. Dus dat betekent twee houten achtbanen tegen één stalen achtbaan. Is op zich... Het kan wel. Is wel een beetje linksoep. Je maakt hier ook een klein bochtje. Ik ben heel benieuwd. Leuke kleurtjes en hout. Daar ben ik alweer een voortganger van. Houten kleur, achtbaan. Hout hoort bruin te zijn, gewoon klaar uit. En karretjes hebben een leuk kleurtje, vrolijk. Dat maakt het wel weer een familieachtbaan, vind ik ook wel. Hè? Ja, ik vind echt leuke kleurtjes, goed gedaan. En hij is lekker hoog. En wat een hoop bomen, dat maakt het ook wel heel gaaf. En hij heeft ook bergen toegevoegd. Hoppakee. Dat gaat lekker hard. Lekker die tempo erin. Oh, en een hele steile heuvel. Gaaf gedaan, die ondersteuning. Oh, lekker heen en weer zo. Oh, jij verliest de vaart. Ik hoop dat hij dat er niet uitlaat. Hier gaat hij dat denk ik wel eruit krijgen namelijk. Ja, daar was ik bang voor. Maar houdt er wel een vaartje? Nee. Dat loopt nog wel aardig door. Ja, die bocht heeft hij goed gedaan. Nou, de meeste vaart heeft hij verloren. Dit vind ik leuk. Zo, heel gaaf. Oh, wat saai dit, jongens. Dit mocht wel meer afgewerkt worden, vind ik. Nu weer pas de heuvels. Oh, dit is voor mij ook niet zo heel... Ja, het einde is heel erg saai gedaan. Hele scherpe bocht. Heel rare bocht ook. Ik vind het heel erg scherp. Ja, ik vind deze toch wel ook wel een beetje... Ja, ik vind hem wel wat iets minder... De Mexico Giant. Ja, ik had er meer van verwacht. Ik denk dat ik moet stemmen. Als ik moet stemmen. En er werd een mes op mijn keel gehouden. Nee, zo erg is het niet. Maar als ik zou moeten kiezen, dan is het toch de eerste achtbaan. Die vond ik heerlijk soepel. Lekker vaartje. Het was een houten achtbaan. Is sowieso wel heel erg mooi altijd vaak. Ja. Nou, ik hoop dat jullie ook kunnen stemmen. Dat kunnen jullie zeker wel. Plaats even een comment onderin. En dan ga ik ze zeker verlezen. En dan zie ik ook of jullie met me eens zijn. Of dat jullie misschien wel deze achtbaan beter vonden. Tot na de volgende No Limits. En houdoe. Hou je taaien, mensen.